Ook dit keer is het me weer gelukt om twee zeer bijzondere mannen hier te krijgen. Ik ben namelijk vandaag in gesprek met niemand minder dan LL Cool J. Ik denk dat de werkelijke waarden die belangrijk zijn in het leven ons allemaal met elkaar verbinden. Onderzoek naar de integratie van Turkse Nederlanders. De twee PvdA-kamerleden vonden dat veel te ver gaan. Gekozen kamerleden zijn gepoogd monddood te maken door een verklaring te ondertekenen waar zij niet achter konden staan. Koesun Öztürk wilde Ebru Umar niet verdedigen omdat ze er een sport van zou hebben gemaakt mensen het op het bot te krenken. De PVV sprak ondermonden van die Turkenpartij. En ook andere partijen kon je wel de vraag horen of de loyaliteit nou meer in Ankara ligt of in Den Haag. Kijk, maar ik vraag u ook niet om afstand te nemen van het feit dat u uw vrouw slaat. Ik sla mijn vrouw helemaal niet. En ik ben helemaal niet voor IS, dus waarom zou ik afstand nemen van IS? Omdat... Heel mooi als je dat langs met een organisatie doet, met heel veel vrijwilligers. Maar die term hè, die je net gebruikt, ja. Is dat grappig bedoeld? Of nee, dat is niet bedoeld, grappig bedoeld. Mijn vrouw is ook zwart en gewoon... Dat is geen excuus. Antiracisme, discriminatie, bijvoorbeeld op de werkvloer en in ons onderwijs. De decolonisatie van ons onderwijs, de decolonisatie van onze taal. Verbinding is daar voor mij heel erg belangrijk in. En ik ben heel erg actief als het gaat over het empoweren van vrouwen. De Nederlandse samenleving heeft me altijd... De fractie zegt dat u de partijlijn van de Partij van de Arbeid niet steunt. Mag ik uitpraten?